Danielle Wondel is de winnaar geworden van de scriptieprijs 2017 van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. Haar scriptie is getiteld Strategic Asset Allocation for the Saving and Stabilization Fund of Suriname, waarmee zij afstudeerde van de meester FHR Limapo Instituut. De vereniging heeft woensdagavond de beste economie-scriptie, afkomstig van studenten van het FHR en de Anton de Kom Universiteit van Suriname, beloond. Wondel ontving een geldsbedrag van 1000 Amerikaanse dollars, gesponsord door de Surinaamse Postspaarbank. De prijsuitreiking vond woensdag plaats tijdens de VES CEO Talk in Krasnapolski. Sasha Jabbar, voorzitter van de jurycommissie, zegt dat de kandidaten zijn gescreend aan de hand van een lijst van 26 punten. Volgens haar zijn er verschillende scripties ontvangen met onderwerpen als het betalen met je mobiel. Deze scripties waren anoniem en zijn apart van elkaar gelezen door de jury, geeft zij aan. We waren bijzonder verrast door het niveau van de scripties. En we willen u aanraden als u de hand kunt leggen op deze exemplaren, dat u ze echt ook doorneemt. En ze maken je blij, ze geven je een blij gevoel, omdat je ziet dat er toch nog een heleboel dingen mogelijk zijn in Suriname. In elk geval op economisch gebied, waar we het over hebben. Die onderwerpen waren eveneens heel relevant voor de economie van 2017 en daarna natuurlijk. En ze bieden handvaten inderdaad voor de verdere financieel-economische ontwikkeling van Suriname, omdat we erg achterlopen op de regio en op de rest van de wereld. Als gevolg van een aantal factoren die liggen in de financieel-economische sfeer en het management van de financieel-economische sector. Sasha Jabbar, voorzitter van de jurycommissie van de Vereniging van Economisten in Suriname. Danielle Wondel is de winnaar van de scriptieprijs 2015 van de VES. De scriptieprijs is in 1998 geïntroduceerd door de VES met het doel studenten te motiveren kwalitatief goede scripties te schrijven. Na 2004 was deze wedstrijd gestopt. De VES heeft in 2015 besloten de competitie nieuw leven in te blazen.